Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In de vorige video liet ik natuurlijk het begin zien van een nieuwe serie waarin ik een aandelenportfolio ga opbouwen vanaf het nulpunt. En nu is het alweer tijd voor aflevering 2, want in deze video ga ik namelijk een interessant aandeel bespreken voor de maand december die ik meteen ga aanschaffen. Dus laten we snel beginnen. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie wel bedanken voor de support op de eerste video. Heel veel positieve reacties, heel veel likes, ja, en dat werkt natuurlijk gewoon hartstikke motiverend. En laat ook zeker een like achter als je deze content vaker wilt zien. Geef mij een duidelijk beeld voor wat voor content jullie willen zien en het helpt ook nog eens het kanaal. Dat is natuurlijk een win-win situatie. Het aandeel wat we gaan bespreken in deze video, dat is Dropbox met tickersymbool DBX. Het aandeel zou ik later in deze video aanschaffen bij de Giro. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken, in de beschrijving staat de link naar de Giro. Registreren via die link helpt ook nog eens het kanaal, dus dat zou ik altijd waarderen. En de kans bestaat dat je Dropbox al kent. Je kan daar bestanden opslaan op een veilige plek. En je kan natuurlijk daar ook bestanden openen vanaf je computer, je smartphone of je tablet via de cloud. Je kan ook heel veel materiaal daar samenbrengen. Je kan een link met iemand delen die dan op hun eigen computer die documenten direct tot zijn beschikking heeft. En als je geen Dropbox gebruikt en je bent bezig met heel veel verschillend materiaal, dan kan het best wel onoverzichtelijk zijn. Want voor heel veel verschillende documenten heb je weer een aparte app. Je moet steeds switchen tussen programma's, apps en documenten. En dat zorgt er gewoon voor dat je het overzicht een beetje verliest. Maar Dropbox brengt dat allemaal bij elkaar, waardoor het allemaal wat efficiënter verloopt. Dropbox kwam in maart 2018 via een IPO op de markt en behaalde in juni van dat jaar al bijna de $40. Dus de beleggers die in die periode zijn ingestapt, ja, die hebben natuurlijk nog een lange weg te gaan. En sowieso beleg ik altijd voor de lange termijn. En Dropbox is daar echt een schoolvoorbeeld van en dat ga ik natuurlijk uitleggen in deze video. Want het doel van het opbouwen van zo'n portfolio is natuurlijk hartstikke simpel. Natuurlijk wil je snel groene cijfers zien, maar je kijkt vooral naar de komende 5 tot 10 jaar. Stel een aandeel wat je aanschaft gaat met 5% omlaag en 6 maanden lang blijft het daarop staan, constant min 5%. Dat zal niet veel moeten uitmaken als je kijkt naar de lange termijn. Ik merk soms in video's dat wat mensen kijken naar de korte termijn. Ik had bijvoorbeeld een video gemaakt over DraftKings en het stond binnen 2 weken nadat ik die video maakte zo'n beetje 10% in de min. En toen zag ik al wat reacties voorbij komen met de vraag, ja dat was gewoon de verkeerde move, heb je wel onderzoek gedaan? Ja, zo'n conclusie kan je natuurlijk niet trekken over 2 weken tijd. Op dit moment staat DraftKings alweer 5% in de plus. Zal dat dan betekenen dat de mensen die het eerst geen goed aandeel vonden omdat het min 10 stond, zullen nu denken van oké, nu staat het plus 5%, nu zal het wel een goed aandeel zijn. Dus ik probeer daarmee duidelijk te maken dat je echt moet kijken naar de lange termijn. Natuurlijk is direct winst behalen op de korte termijn als je er werd ingestapt is hartstikke fijn, maar het is vooral voor de lange termijn. En laten we dan maar gewoon meteen in de cijfers duiken. De omzet van Dropbox die groeit gewoon elk jaar. In 2017 een omzet van 1,1 miljard. 2018 werd bijna de 1,4 miljard behaald en in 2019 ruim 1,6 miljard. 2020 is natuurlijk nog niet voorbij, dus de cijfers zijn niet bekend, maar je kan natuurlijk wel het derde kwartaal van 2020 vergelijken met het jaar daarvoor. En dan zie je alsnog een mooie groei, van $428 miljoen omzet in het derde kwartaal van 2019 naar $487 miljoen omzet in het derde kwartaal van 2020. En dan heb je dus over 14% groei. En logischerwijs zie je die groei ook terug bij de ARR, dat is de Annual Recurring Revenue. 1,5 miljard in 2018, 1,8 miljard in 2019. Groei van 12% in het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Dus natuurlijk een prima groei. En Dropbox is gratis te gebruiken. Op het moment van inspreken hebben ze meer dan 600 miljoen geregistreerde gebruikers en 15.250.000 daarvan zijn betalende gebruikers. Een jaar geleden waren er nog 14 miljoen betalende gebruikers en de omzet per betalende klant gaat gemiddeld gezien ook omhoog. Van $123,15 een jaar geleden naar $128,03 op dit moment. Dat is natuurlijk hartstikke positief. Betalende gebruikers die stijgen, maar de omzet per klant die stijgt ook nog eens. En wat ook een positief punt is, dat zijn de dalende omzetkosten. In het derde kwartaal van 2019 was de cost of revenue 104,8 miljoen over een omzet van 428,2 miljoen.
In 2020 daalde de cost of revenue naar 103,2 miljoen, dat is dus een kleine daling, maar de omzet steeg wel naar $487,4 miljoen. En dat is natuurlijk iets wat je graag wilt zien. Minder kosten, maar het levert wel meer op. En de terugkerende omzet door abonnementen is natuurlijk hartstikke belangrijk en maakt natuurlijk ook overzichtelijk wat je kan verwachten de komende jaren. En als je al vaker video's op dit kanaal hebt gekeken, weet je waarschijnlijk dat ik voorstander ben van dit concept. Maar zoals ik net al aangaf, zijn we natuurlijk al ruim 600 miljoen gebruikers die zich al hebben geregistreerd, maar slechts 15.250.000 gebruikers zijn betalende gebruikers. Er is dus nog heel veel groei mogelijk, doordat er al heel veel klanten bekend zijn met Dropbox, maar het zal natuurlijk wel een flinke klus zijn om ervoor te zorgen dat mensen denken, oké, ik kan het nu gratis gebruiken, wat zijn nou de pluspunten als ik overschakel naar een abonnement wat me geld kost? En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk wat Dropbox echt voor elkaar moet gaan krijgen. Maar voordat we doorgaan met de video, of zou ik het echt waarderen als je nieuw bent nog heel even te abonneren. We komen namelijk in de buurt van de 13.000 abonnees, dus ik kan alle hulp gebruiken op dit moment. En dan gaan we gewoon over op een heel belangrijk punt en dat zijn de concurrenten. En dat is in mijn optiek het grootste minpunt als je kijkt naar Dropbox. Want je hebt namelijk OneDrive van Microsoft, je hebt Google Drive natuurlijk, maar je hebt ook iCloud van Apple. En dat zijn natuurlijk serieuze concurrenten, wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor Dropbox. Op een nieuwe iPhone staat meteen iCloud, en dat wordt dus ook meteen gebruikt voor het opslaan van foto's, berichten en bestanden. Dus heel veel van dat soort klanten zijn heel lastig te bereiken voor Dropbox. En als je Google, Microsoft en Apple als concurrenten hebt, dan moet je natuurlijk een goed product leveren om te overleven. Maar als je kijkt naar de groei in omzet, de groei in betalende gebruikers, laat in mijn optiek duidelijk zien dat de vraag is naar de diensten van Dropbox. En dat is hartstikke knap met zulke giganten als concurrent. En vaak als ik het heb over aandelen, dus dat ik een analyse geef over de aandelen, heb ik het niet zo heel erg vaak over de CEO. Maar deze keer wel. Andrew Houston is de oprichter en de CEO van Dropbox en heeft ook ruim 22% van de aandelen te waarde van 1,9 miljard. En volgens Forbes Magazine is zijn net worth zo'n 2,2 miljard. Dus dat is hartstikke duidelijk dat Andrew Houston er baat bij heeft dat dit aandeel gaat stijgen de komende jaren. Nou, dat wil je natuurlijk graag zien als belegger, want dat is natuurlijk ook wat jij graag wilt zien. Dropbox is echt een aandeel voor de lange termijn. Ik heb het natuurlijk wel vaker gezegd, maar helemaal met dit aandeel. Dit is niet een nieuw softwarebedrijf wat opkomt en elk kwartaal 40 of 50% stijging in omzet laat zien. Maar je moet natuurlijk met beleggen altijd de focus leggen op de lange termijn. Altijd jagen op aandelen die net aan het opkomen zijn, dat kan natuurlijk heel veel winst opleveren, maar balans in je portfolio is heel erg belangrijk. Want niet elk aandeel zal natuurlijk die potentie bereiken. En dat is natuurlijk ook het doel van deze serie, langzaam maar zeker een mooi gebalanceerd portfolio opbouwen. En dan is het nu tijd om inderdaad die aandelen toe te voegen aan het portfolio. Wat is natuurlijk het hele idee achter deze serie? Ik ga aandelen bespreken en ik laat ook meteen zien dat ik aandelen koop. En dan kunnen we over een hele lange periode kijken, wat doet het portfolio nou precies? Nou, in de eerste aflevering had natuurlijk Tattooed Chef gekocht, maar dat was pas het eerste aandeel, dus het heeft weinig nut om nu al een update te geven over het portfolio. Zeker omdat die video natuurlijk, als jullie deze zien, 2 dagen geleden gemaakt is, heeft niet heel erg veel nut, want we kijken natuurlijk vooral naar de lange termijn. Wat je wel ziet is dat er op dit moment een vrije ruimte is van iets meer dan €500. Ik zal namelijk in het laatste gedeelte van deze video €500 stoppen in Dropbox. En dat zal niet het laatste bedrag zijn wat ik erin stop. Ik wil namelijk eerst beginnen met €500 en heel eventjes aankijken wat de aandeelprijs gaat doen de komende maand /3 maanden. Want je ziet namelijk de laatste tijd best wel vaak een patroon dat op een gegeven moment over de $20 heen gaat en dan vervolgens weer omlaag zakt. Je ziet ook als je kijkt naar de laatste maand dat we heel vaak in de $18 tot $19 hebben gezeten. Ik wil eigenlijk €500 nu inkopen tegen een prijs van $200. En als hij dan zo'n beetje op $18,50 komt, nog eens extra €200 tot €250 erin stoppen. Zodat de gemiddelde aankoopprijs wat lager uitvalt. Dus ik wil niet eigenlijk instappen door de dollar cost average methode. Want dat betekent dat je elke maand bijvoorbeeld €100 erin stopt of €200. Ik wil eerst nu wel een wat grote percentage er meteen mee instappen, maar toch nog wel wat vrije ruimte overhouden om bijvoorbeeld over een paar weken of over 2 maanden, je weet natuurlijk nooit wat de aandeelprijs gaat doen, want dan moet je echt dus in de toekomst kunnen kijken. Maar stel je voor over 1,5 week zakt die naar de $18,50, dan kan ik inderdaad nog even instappen met die €200 tot €250 extra vrije ruimte, waardoor dus de gemiddelde aankoopprijs weer een stukje lager ligt.
Als je kijkt naar het koersdoel, heb ik er heel veel vertrouwen in dat het echt een aandeel is voor de lange termijn. Dus om nu te spreken van het gaat binnen een jaar naar $40, nou dat is natuurlijk lastig te zeggen. We hebben op een gegeven moment de $42 zelfs behaald. Ja, dat zal nog wel eventjes duren voordat we in de buurt komen van zo'n prijs. Maar ik verwacht gewoon dat we de komende 3 tot 5 jaar, ja, dat we eigenlijk op een gegeven moment, we zitten natuurlijk nu al heel lange tijd rond die $20, dat op een gegeven moment een stap wordt gemaakt, dat Dropbox op een gegeven moment echt serieus wordt genomen en dat je langzaam die groei gaat meemaken. En hoe lang dat precies gaat duren, ja, het is natuurlijk heel lastig te zeggen. Ik kan nu wel zeggen, ja, in februari gaat het allemaal los. Het kan natuurlijk ook pas volgend jaar augustus zijn. Maar als ik puur kijk naar de lange termijn, heb ik gewoon heel veel vertrouwen dat Dropbox op dit moment gewoon heel erg laag staat. Zeker als je kijkt naar de omzet, de winstmarge, de cashflow, alles erop en eraan, vind ik op dit moment de prijs van $20, ja, ik vind het gewoon echt aan de lage kant. En dat is natuurlijk ook 9 van de 10 keer de reden waarom je instapt bij zo'n aandeel. Dus we gaan inderdaad nu die €500 in Dropbox stoppen. Zoals je ziet is het op dit moment real-time. Dus via de Nasdaq is dit aandeel is wel real-time. Nou, dat komt mooi uit. Hoef je niet op een tweede tabblad constant even te kijken wat de exacte prijs is. Je ziet namelijk op de Giro meteen wat de huidige prijs is in real-time. Dus dan hoef je dus niet elke keer te kijken van oké, wat is de prijs nu? Dus dan zitten we echt net boven de $20. Ik zet hem even op $20.02, zodat ik meteen weet dat die ook daadwerkelijk wordt gekocht. En ik koop 30 aandelen, dan kom je dus in de buurt van de €500. En zoals ik net al zei, dit zal niet het laatste bedrag zijn. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat ik nu koop en dat over 2 maanden op $25 of op $27 zit. Ja, dan heb je natuurlijk je kans gemist. Maar ja, zo moet je natuurlijk nooit nadenken. Want als je altijd gaat denken van, ja, maar stel je voor dat die dan weer wat hoger ligt. Ja, dan stap je altijd meteen volledig in. Stel je voor, we kijken 2 weken verder en hij staat op $18.50. Denk je bij jezelf, had ik maar gewoon even wat rustig ingestapt. Dus dan zet ik hem nu ietsjes hoger weer op $20.03, zodat ik zeker weet dat die order er doorheen komt. Druk je plaats order, je ziet 59 eurocent transactiekosten. Nou, op een bedrag van bijna €500 valt er natuurlijk reuze mee. Je voert hem door, het zal natuurlijk altijd eventjes duren voordat de order er helemaal doorheen gaat. Je kan even kijken bij orders, op dit moment is niks openstaand en als je kijkt bij de geschiedenis, zie je inderdaad dat de actie is voltooid. En als je dan gaat naar je portefeuille, zal je inderdaad zien dat op dit moment een Dropbox inderdaad is toegevoegd. Op dit moment staat het alweer een beetje in de min, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het heeft met te maken met een paar percentagepunten. Maar dit is dus dan het einde van deze video. Zoals je ziet hebben we op dit moment een portfolio van ruim €1100. Zoals jullie weten is het idee om elke maand €2500 te stoppen in dit portfolio. Het zal niet elke maand precies €2500 zijn. Het zal ook verschillen qua datum. De ene keer doe ik het in de eerste week. Soms heb ik in de eerste week nou niet echt een aandeel wat mij enorm aanspreekt. En dat je misschien de laatste week de €2500 in 1 keer erin stopt. Dat is natuurlijk altijd lastig nu al in te schatten. Voor nu komt wel een einde aan deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. En ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.